Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwen Services, Forsees Shipping and Forwarding, Yordex Shipping and Forwarding en Brasserie de Rotterdammer. Feyenoord houdt Kazim uit de wedstrijdselectie voor duel met PSV. Een zegen, Jan Dirk? Ja, laten we ons vooral richten op Asjebar. Wat is het fantastisch dat hij weer bij die groep zit. Dit is FC Rijnmond. Vrijdagavond, FC Rijnmond tijd en de tweede competitie al staat op het punt van beginnen. En met wat voor wedstrijd natuurlijk, met Feyenoord PSV in het vooruitzicht. Dit weekend gaan we natuurlijk uitgebreid op vooruitblikken met de mannen aan deze desk. Fijn dat je er weer bent, ook deze tweede competitie af bij FC Rijnmond. Jan-Dirk Stouten aangeschoven en naast hem de man die vandaag onbedoeld hoofdrolspeler was in de soap der soaps. Ja, Mikkel Schouka, AD-verslaggever. Gaat het goed met je? Ja, hè? Het is een hectische dag. Wat is er gebeurd? Vertel. Ja, nou, om het maar kort en bondig mag ook lang samen te stellen. Hoor. Kazim Ritsjes was niet tevreden over een artikel wat van de week in het AD heeft gestaan. En dat heeft hij mij verteld. En een beetje op zijn manier. Kan je wel iets bij voorstellen, denk ik. En daar heeft de clubleiding hoog opgenomen. En als ik het goed begrijp, is dat de laatste druppel geweest om hem uit wedstrijdselectie te zetten. Maar hoog, hij is voor je gestaan, heeft hij bedreigd? Wat heeft hij... Nou ja, het is niet zo dat hij het krijgertje op me af kwam stormen of zo. Maar hij is in het perscafé waar mensen van Feyenoord bij stonden, heeft hij gezegd dat hij daar niet van gediend was. En het was geen gesprek met een inhoud. Hij heeft gewoon zijn punt gemaakt en daar heeft hij ook wel duidelijk gemaakt dat hij... laten we zeggen dat hij niet op mijn verjaardag komt. Nee, dus die hoeven niet uit te nodigen voor jouw verjaardag? Nee. Maar nee. Was het intimiderend? Nou ja, dat was wel. Zo zou je het wel kunnen samenvatten. Ja. Ja. Maar wat was nou hetgeen waar hij zo boos over was? Niet iedereen heeft het AD. Niet iedereen leest de krant, helaas. Dat begreep ik. Nou, ik heb het hem letterlijk gevraagd. En dat kwam er dan niet echt uit. Het artikel kan je simpel samenvatten als hoe er op dit moment tegen Kazim aan wordt gekeken in de club. En daar stonden niet keiharde quotes in van mensen die zeiden van we zijn hem zat. Maar ja, dat is door vele bronnen gedragen, dat artikel. En. Dat zit hem in businessclubleden, mensen in de staf, medespelers, tot en met sponsors, supporters. Je kan het zo gek Elia was het wel, die nam het dan wel weer voor hem op, hè? Die nam het voor hem op, ja. Maar goed, dat mag hij doen. Daar heb ik verder geen probleem mee. Alleen, jullie hebben ook een verslaggever meegestuurd. Ja. Als je een week lang dicht op die club zit, je spreekt mensen en je ziet dingen op een trainingsveld, dan proef je dat er iets speelt. En ja, volgens mij was dat vandaag vooral de bevestiging van wat ik daar heb gezien en wat volgens mij ook de andere journalisten allemaal hebben gezien. Ja, het is bizar eigenlijk. Zo was het incident toch, Jan-Dirk? Ja, het spreekt voor zich. Kijk, collega Sinclair Bisschop was in Portugal. We hebben hier al vaak gesproken over Colin Kazim Ritsjes. Het heeft geen zin om al die incidenten weer op te doen, maar dit is een druppel. We zijn in de perskamer. Ik spreek daar met Kuyt, dus ik was hier niet buiten het gebied, want echt 40, 50 meter verderop. Maar NOS-collega's waren er wel bij. Wat ik ook wel mooi vond, is dat daardoor collega's over gesproken werden. Wat doen we nu met elkaar? Want ik was er niet bij, maar anderen weer wel. AD heeft net besloten op een gegeven moment om zelf naar buiten te komen, ook met het noemen van jouw naam. Feyenoord spreekt zelf van intimiderend gedrag. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat vooral. Hij moet zich maandagmorgen weer melden in de Kuip. En wat ga je dan doen als clubleiding? Vind ik een spannende vraag. Hij mag niet bij de wedstrijd zijn ook, hè? Nou, als je niet bij de wedstrijdselectie, moet zich maandag weer melden. Dus ik neem aan dat hij niet op de tribune zit zondagmiddag tegen PSV. Maar, we hebben het vaak gehad in het begin van het seizoen wel eens. Is Van Bronckhorst nou een hoofdtrainer of niet? Jij hebt al een paar weken geleden hier gezegd, het is echt een hoofdtrainer. Je ziet het ook, schuwt geen harde beslissingen. Heb je ook verteld toen hij bij ons in de uitzending zat. En hier toont hij ook weer aan dat hij gewoon er klaar mee is. En boem, gelijk uit de wedstrijdselectie. Je zag het aan zijn hoofd. Ik zeg het maar een beetje simpel. Maar hij hoort een halve minuut voor de persconferentie dat dit gebeurd is. Dan snap ik ook dat je als leidinggevende niet gelijk een besluit kunt nemen. Op de persconferentie zag je wel aan zijn gezicht dat dit inderdaad de druppel is die Mikkel net perfect beschrijft. Dat zag je aan zijn gezicht. Ging op het laatst ook. Kijk op onze website, kijk naar Rijnmond.nl, allemaal opgenomen voor het besluit over het uit de selectie zetten van Kazim. Maar hij zag aan zijn gezicht dat hij een aantal mensen zou gaan horen en tot dit besluit zou komen. Ja, en nou zei Jan-Dirk net terecht al, en hoe nu verder, en hoe nu verder? Want dat is een beetje de vraag met Kazim. Ja, ik heb geen idee. Gudde heeft mij gebeld en heeft gezegd, weet dat we de zaak hoog opnemen en dat we met hem in gesprek gaan. En toen ik hier naartoe reed, kreeg ik het bericht dat hij niet bij de wedstrijdselectie zit. Maar ja, goed, dat is mijn pakje aan eigenlijk niet. En ik vind het ook wel vervelend dat nou juist dit incident hem misschien het zetje uit de selectie geeft. Hè. Er zijn zoveel ddingen gebeurd in het verleden waar vaak ook wel vergoeilijkend mee om is gegaan door de club. En ja, maar dat kan in wedstrijden gebeuren of op trainingen. Daar kan je nog van zeggen dat gebeurt op het veld. Dit is dus kennelijk in een perskamer iemand bedreigen. Is een compleet ander verhaal natuurlijk. Ja, nou ja, kijk, het is voor hem niet goed. Het is voor de club niet goed. En ik schiet er ook niks mee op. Dus het is, wat dat betreft is het een verloren middag. Maar hoe ze nu verder met hem gaan, ja, dat is aan de club. Want raak je deze man dan nog kwijt voor 31 januari, denk ik dan gelijk?
Ja, dat is natuurlijk de hoop die iedereen had. Er is natuurlijk een nieuwe situatie. Want op de nieuwjaarsreceptie hebben we natuurlijk allemaal met mensen gesproken. Doe ik Mikos, doe ik, doen andere collega's van Rijnmond en andere media. Toen was er echt gewoon geen sprake van nieuwe spelers halen of spelers weggaan. Hè. Die omgekeerde volgorde moet dat dan gebeuren. Ja, nu is er echt een nieuwe situatie. Maandag moet die clubleiding een besluit gaan nemen. En, is het meest makkelijke besluit is natuurlijk gewoon zijn contract ontbinden, afkopen. Weet je, en dan dat maar voor lief nemen. Ik neem aan dat als je betaald voetbalclub bent en als je werknemers ook die club representeren buiten het veld. Je bent altijd Feyenoordspeler. Dat daar dingen in staan over contracten. Maar ik kan die contracten niet uit mijn hoofd. Maar dit lijkt me wel een reden om daar op die manier mee om te gaan. In ieder geval over te praten, ja. Ja. Want verkocht krijg je hem denk ik niet zo heel snel op dit moment. Nee, maar ontbinden, dan... Dan moet je geld meegeven. Ja, maar wil je nog dit soort incidenten hebben? Ik bedoel, Jan-Dirk zei het al, het is niet het eerste incident. We hebben het al vaker gezien natuurlijk. Dat klopt, maar als je natuurlijk als clubleiding zegt, we stoppen ermee. En de jongen heeft een contract. En als dit een incident is wat niet uitgebuit kan worden door de club in de vorm van we sturen hem weg. Dan moet je hem heel veel salaris meegeven, want hij verdient natuurlijk heel veel geld. Of transfervrij laten vertrekken en hopen dat er dan een club komt die hem... Maar dan nog zal hij natuurlijk... Hij heeft 1,5 jaar contract en dat is gewoon 1 miljoen per jaar. Dus dat is vanaf nu nog 1,5 miljoen. Ja, hij gaat natuurlijk dat niet zeggen, laat dat geld maar zitten. Bovendien heeft hij in Turkije volgens mij zijn geld heel vaak niet gehad. Dus Ik denk dat Joris van Bentum een druk weekend heeft, schat ik zomaar in. Maar die schijnt wel te kunnen doen met de rechten en zo. Hè? Ja, maar dat gaat natuurlijk over gewoon arbeidsrechten en dat soort zaken. Ja. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Het overschaduwt het weekend wel gelijk een beetje, hè? Zo'n incident dat begint. Nou, kijk, dat is nu het gevoel van het gaat om deze man. Vind ik heel vervelend echt voor hem. Wij zijn ermee bezig. Maar ja, in de kern gaat het om zondagmiddag 1:30 als Feyenoord tegen PSV gaat voetballen. En er een topper op het spel staat die sportief van het grootst mogelijke belang is voor beide clubs. Ik sprak met Van Bronckhorst even en die zei ook. Ja, het is zo'n belangrijke wedstrijd, hè, en de focus moet op die wedstrijd en dan krijgen we dit. En daar ben ik ook wel met hem eens. Het is natuurlijk, het gaat over een wisselspeler die amok maakt. Ja, Feyenoord moet gewoon zondag die wedstrijd winnen om de competitie spannend te houden. Ja. En om zelf mee te blijven doen. Met Asjebar in de selectie en we weten hoe die het vorig seizoen tegen PSV deed. Ja. Nou, twee wereldgoals. Gaan we straks uitgebreid verder over praten, over die topper toch, hè, heren? Maar eerst, zoals altijd, de week die achter ons ligt. Een nieuw jaar, een nieuw elan en nieuwe nieuwjaarspeeches. Genieten. Want FC Dordrecht, Feyenoord en Excelsior mogen dan compleet verschillende clubs zijn. Ze hebben één ding gemeen. Er staan geboren sprekers aan het roer. Inspirerende mannen die duidelijk zeggen waar het op staat. Erik Gudde bij Feyenoord, Albert de Jong bij Excelsior en Hans de Zeeuw, ofwel Ad, bij FC Dordrecht. Want de Zeeuw is... Sinds 2 maanden Ad van FC Dordrecht. Precies. Sorry, AD, algemeen directeur. Ach, AD... En als algemeen directeur blik je tijdens je nieuwjaarspeech uiteraard terug op... Het seizoen 2015-2016. Natuurlijk! En dat was een mooi seizoen, dus dan pak je je telefoon, want... Er was toch aardig wat goed nieuws te vertellen. Zo is dat! Op transfergebied bijvoorbeeld. En wat is het mooi? Dat het uitgebreide netwerk van de technische directeur onder andere leidt tot de terugkeer naar Nederland van Ciro Elia. Precies! De terugkeer naar Nederland, Julia. Ciro Elia. Wat een speler is dat! Maar goed, als je hert warkt, kom je dus wel ergens. Alle inspanningen binnen de Excelsior-familie die hebben ertoe geleid... dat de financieel spannende tijden achter de rug zijn. Toch, Erik? Toen er geld was, moesten we toen er geen geld was... Nee, of ja? Nou ja, afijn, er is wel of geen geld en zo is er altijd wat. Wil je nog wat kwijt, Hans, Ad? Bar? Bar? Oh ja. Oh ja, de bar. Ja, die moesten we maar eens opzoeken na dit verbale geweld. Dat heeft Hans, Ad, goed gezien. Ach, het is eigenlijk een beetje flauw van ons elke verspreking eruit lichten. We maken allemaal wel eens een foutje, toch? Gelukkig scheppen de mannen na hun speeches wel gewoon duidelijkheid. Bijvoorbeeld over het vertrek van trainer Harry van den Ham bij Dordrecht aan het einde van het seizoen. Dat heeft een simpele reden. Omdat Harry niet meer wil. Helder. Nou, dat is niet waar. Oh? Hij wil niet meer. Nee, dat is de afspraak is dat Gerard de Nooy na zijn behalen van de coachbetaald voetbal, dat hij hier hoofdtrainer zou worden. Niet in deze, zeg maar, de zodanigheid. Hij heeft gewoon zelf aangegeven. Nee, dat is gewoon de afspraak. Voor de rest zou je ook bij, zeg maar, Harry zelf moeten zijn. Nee, maar ik heb helemaal tegen niemand gezegd dat ik stop. Kijk, zijn we toch weer een stuk wijzer geworden. Gebrekkig nieuwjaar! Oh, heerlijk al die nieuwjaarspeeches, hè. Maar die soap bij Dordrecht hadden we vorig jaar een soap. Dat gaat gewoon weer door, hè, met Ad. Tenminste, de nieuwe Ad.
Ja, blijkbaar is Hans de Zeeuwen niet op de hoogte van de gemaakte afspraken. Van der Ham verwoordt het goed, hè? Van ja, ik moet plaatsmaken voor Gerard Nooyen. Als hij zijn diploma heeft, is al een tijdje bekend. Ook toen Eversen kwam, zat de afspraken. Eversen leidt nou de Nooyen op. Dat is de toekomstige hoofdtrainer van deze club. Maar hier is blijkbaar sprake van enige miscommunicatie. Maar het is een beetje knullig als je directeur bent geworden van de club. En dat je dan dat soort dingen niet weet. Nou, is pas net, hè? Ja, pas net. Maar kom op, jongens. Dat kan toch niet? Ik ken hem een beetje. Hij gaat altijd mee met de reizen van Feyenoord. Dat is ook een vriend van Feyenoord. Ja, goed. Chris Rolandes, onze collega, was daar van de week. Ja, dit is natuurlijk gewoon communicatief. Als club maak je geen sterke beurt. Punt. Kan het trouwens, jij zegt, ik zeg, hij gaat mee met de reizen van Feyenoord. Hij is ook volgens mij met de reizen van Excelsior mee geweest. Van de businessclub zit hij ook vaak. Kan je trouwens met al die functies die je hebt dan ook nog eens een keer directeur van de club zijn? Je bent vriend van Feyenoord, je zit bij de directeur bij Dordrecht. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of de KNVB daar regels voor heeft. Ja, maar jongens, laten we het nou ook niet te ingewikkeld maken. Nou, hoezo? Wat dan? Ja, maar ja, conflicteert nou, als je Feyenoord financieel ondersteunt, conflicteert dat met een voorzitterschap FC Dordrecht als Dordt? Directeurschap is die. Ja, directeurschap. Ja, zou het nou conflicteren? Ik zie dat zelf niet zomaar goed. Volgens mij mag je geen belang hebben in twee clubs. Maar als de KNVB zegt dat het is maar een sponsor, dan moet er wel een miljoen in duwen. Want anders hoort je niet bij de vrienden van Feyenoord. Maar ja, als de KNVB het goed vindt, dan zal het goed zijn. Ik vind het verder een prima man en ik denk dat hij bij Dordrecht, als hij zijn tijd krijgt, ook wel zijn stempel kan gaan drukken. Hoor. Goed, maar het is duidelijk, Gerard de Nooyen, de nieuwe trainer, dat wisten we eigenlijk allemaal. Dus dat als hij zijn diploma had. Als hij zijn diploma had. En anders kan Harry van der Ham misschien nog een jaar bijtekenen als hij zijn diploma niet haalt. Ja, bij Dordt weet je het nooit, maar het lijkt me nu wel dat Gerard in het komende seizoen gewoon de nieuwe man is. Van der Ham, ziek hè, heeft weer zich geweld met die galstenen, is allemaal erg vervelend. Ik vond hem er nu redelijk uitzien, maar ik heb hem ook in december al een paar keer aan de telefoon gehad. De man was echt ziek. Ik begrijp dat galstenen, als je daar last van hebt, dat het echt heel pijnlijk is van verschillende mensen. Dus laten we hopen dat hij vooral qua gezondheid weer heel snel de oude is. Ook vanavond er niet bij hè, tegen Eindhoven. Nee, dat is heel vervelend. Dan naar Excelsior. Daar was het eigenlijk een goed nieuwsshow hè, met nieuwjaarspeech. Nou, wat ik knap vind. En we moeten niet meer zeggen kleine club, dat zijn ze wel qua omveld, om dat goede Nederlandse woord te gebruiken. Maar er gebeuren mooie dingen op Woudestein. Het is toch heel knap weer als je de hoofdsponsor DSW, als je die weer vastlegt voor 3 jaar erbij met Chris Omen daar aan het roer. Dat is echt heel knap. Ja, en van binnen 2 jaar eigenlijk van categorie 1 club met een schuld naar categorie 3 club met eigen vermogen. Dat hebben ze knap gedaan. Nou, het gaat eigenlijk alleen maar goed bij Excelsior. Het is jammer dat ze net voor de winst op sportief een klein beetje een dipje hebben gehad. Want anders waren ze bijna al zo goed als veilig geweest. En dan, dan kon helemaal de vlag uit. En daarom is die start nu wel heel belangrijk. Hè? De Graafschap uit, daar wint eigenlijk iedereen, maar bijna niemand makkelijk. Dus als ze daar gewoon die 3 punten pakken, dan zijn ze eigenlijk ook wel redelijk op koers om gewoon in de Eredivisie te blijven. Ja, dat is toch gewoon knap. Ja, het scheelt uit mijn hoofd gezegd 1,3 miljoen euro aan tv-inkomsten. 4 ton in de Eerste Divisie, 1,7 op het hoogste niveau. Ja, erin blijven is van belang. Wat ook wel knap is, wat Mikkel zegt, maar ook gewoon die schulden afbetaald. Nog niet aan Albert Jong zelf, begreep ik, maar een achtergestelde lening. Nee, precies. Nog niet aan de gemeente. En hij kan het hebben, heb ik begrepen, dus dat is ook hartstikke fijn. Ja. Maar het is wel heel knap dat je mensen waar ze geld van geluid, dat ze het hebben afbetaald. Dat is heel knap. Ja, dus ze hebben nog wel schulden. Het is niet, want hij zegt het ook zelf, hè. We hebben een eigen vermogen, zegt hij in het interview op Rijnmond.nl. Maar dat eigen vermogen, dat is nog heel klein. Dat moet veel groter worden. 37% wil hij hebben van de begroting. En we moeten nog schulden aflossen. Die lening aan mij komt later pas. Eerst aan de gemeente en alle rente dragen de schulden. Maar goed, ze zijn ze wel mee bezig. Aan hem, hè? Niet aan jou, toch? Die lening? Nee, aan hem. Ja. Nee, precies. 1,5 miljoen euro, geloof ik, hè? Achtergestelde lening. Ja, maar goed, als je dat geld nog niet nodig hebt, dan kan je het lekker laten staan, toch? Nee, maar dus in alle opzichten gaat het goed. En dat sportieve, ja, dat vind ik wel echt van levensbelang. Ja. Want Groenendijk begon niet goed, toen ging het een tijdje wel goed. Dus hier toch weer het verval. Nu of Bruins erbij is er morgenavond, heel belangrijk. Die mag weer spelen, maar zijn vrouw is op punt van bevallen. Zit nu allemaal in het ziekenhuis volgens mij. Best een dilemma wat je dan gaat doen. Ja, je zou zeggen bij de bevalling zijn, maar die jongen wil ook zijn kans grijpen. Dat dilemma snap ik heel goed. Dus ja, heel, heel belangrijk morgenavond. Ja, want die Bruins die wil natuurlijk ook gewoon voetballen. Een hele tijd geblesseerd geweest. En ze hebben hem eigenlijk ook wel nodig op dat middenveld. Toch gezien de laatste... Bruins is voor zichzelf natuurlijk een fantastische speler als hij fit is. Maar hij speelde zelfs met open geknipte schoenen, hè, begreep ik. Ja. Voor zijn hiel. Dus het is echt wel een ernstige blessure die hij heeft gehad. Maar ja, een Bruins was natuurlijk voorbestemd toen hij van Excelsior naar Feyenoord ging om een grote speler te worden in Nederland. Dus ja, nu terug bij Excelsior is het natuurlijk nog steeds voor Excelsior een hele grote speler. Er is wat geld, er is een potje. Excelsior heeft ook gezegd, we gaan niks halen. Maar misschien, ze gokken nog een klein beetje op een spits, misschien wel een verdediger erbij. Wat zou je...
In de Kuip is een spits... Ja, Kazim, ja. Zou dat niet doen. Nou ja, zonder gekheid, jongens. Kijk, dat daar een probleem ligt, is duidelijk. Maar ik denk dat het meespelen van Bruins voor langere tijd al een groot deel van het probleem gaat oplossen. Alleen ja, is die jongen fit genoeg om ook weer een tijdje zijn tempo te drukken, zoals hem wel lukte in de vorige competitie. Maar ik snap wel dat je, als je kunt verbeteren zonder financieel risico's te nemen, dat je dat gaat doen in de komende weken. Ja. Maar zou ik zelfs een spits kunnen vinden die ze kunnen betalen, die beter is dan Van Weert? Nou ja, of iemand juist die op het moment als breekijzer kan fungeren, ja, voor de laatste half uur. Type, zo'n lange spits. Type. Dus met Gladon, is hij nog huurbaar of zo? Of? Nee, die zit bij Heracles. Ja, die zit op de huur. Ja, het is meestal in ieder geval een speler, geloof ik. Ja, maar scoort zelfs wel. Ja, ja. Ja. Die moet vanavond spelen tegen Twente, toch? Precies. Nou ja. Laten we maar even doorgaan naar Feyenoord. Was ook op zich toch wel een redelijk goed nieuws, zo, toch, bij Feyenoord, de nieuwjaarspeech? Behalve dan de felle uithalen naar de UEFA en de zorg om de supporters, was het verder wel positief. Ja. Ja. Was dat, wat jullie zijn er allebei bij geweest, verbaasde het je dat daar zo'n felle uithaal in zat? Een beetje wel, omdat ik snap de achterliggende gedachte wel, hè, van Gudde. De boosheid over het racisme, wat natuurlijk onzin is, die opblaasbanaan. Maar misschien kan je beter in zo'n situatie zeggen dat het zorgelijk is dat UEFA naar je club kijkt op zo'n manier, dan dat je zeg maar roept van ze willen het niet zien. Want ik kan me voorstellen, als je straks weer een keer Europees speelt en de scheidsrechter heeft het een keer niet zo op Feyenoord, dat het ook een beetje olie op het vuur is. Hè? Dat supporters hebben het al niet zoveel met UEFA. Dus. Maar je moet dus nu ook bij wedstrijden vakken leeg gaan houden, dat soort zaken. Ja. Hij heeft een aantal maatregelen aangekondigd. Ja. En daar kun je van alles verwinnen. Maar volgens mij zijn die helaas, zeg ik erbij, gewoon noodzakelijk. Want ik snap wat Mikkel zegt, maar de andere kant is ook dat je als club gewoon niets meer kunt permitteren. Dat je racisme aanvecht tot de hoogste instantie, het KAS, vind ik volkomen logisch. Want deze club is niet racistisch, deze achterban is niet racistisch. Nee. Maar het gaat ook wel gewoon vaak mis. En je moet ervoor zorgen als club, als aanhang, dat je die naam bij de UEFA niet meer hebt. Ja, maar nou heeft Feyenoord de kracht van dat stadion, de Kuip. En dan ga je zo meteen vakken leeg houden. Dat scheelt dan 12.000 plaatsen. Dat scheelt natuurlijk ook wel wat in sfeer, beleving van die Kuip. En die kracht van die Kuip, toch? Of niet? Ja, absoluut. Absoluut. Maar dat is niet anders. En inkomsten, om daar nog maar over te zwijgen, wat dat scheelt als je dat niet meer zegt. Maar wat gaat het de club kosten? Stel dat je er voor langere tijd Europees uitgaat. Hè? Dat je wordt uitgesloten van Europees voetbal. Dat is letterlijk gezegd, hè? Nee, maar dat is natuurlijk gewoon. Ik ben bij al die wedstrijden geweest, Mikkels ook. En gelukkig geraakt 99,9% zich goed. Maar ook een groot gedeelte, of een gedeelte niet. Ja. Ook in de Kuip niet. Het is niet normaal dat je vuurwerk op een veld gooit. Of met aanstekers gooit, of weet ik veel wat. En als je er Europees uit gaat voor meerdere jaren, dan zegt een trainer, ga ik toch maar eens verder kijken. Zeggen spelers die bij Twente goed zijn, ik ga overal spelen, behalve in de Kuip. Dat heeft gewoon desastreuze gevolgen op de korte en langere termijn, volgens mij. Ja. Laten we nog even naar de wedstrijd gaan waar het dit weekend eigenlijk om gaat, hè? Feyenoord PSV, want dit is de wedstrijd die het seizoen kan maken of kan breken, toch, voor Van Bronckhorst? Ja. Ik heb een opstelling gemaakt, jongens. Jullie ook, of wie niet? Moet er gaan spelen? Ja. Want je hebt natuurlijk... Die is duidelijk natuurlijk. Wat ga je doen? Wat zou jij doen? Nou ja, ik bedoel, Gio moet beslissen, maar zoals hij getraind heeft, ik weet niet, is het al heel vrij duidelijk. Maar Gio niet vandaag. Ja, Gio moet alles oplossen. Nou, vandaag heb jij ook zeggenschap bij Feyenoord. Je hebt wat in de melk te brokkelen. Nee, maar zonder El Amadi en zonder Botekin is het natuurlijk vrij logisch dat hij gaat spelen gewoon met het middenveld, met Gustafsson, Vilena en Venovic. Ja, en achterin? Ik ben voor Congolo linksback, jongens, en Van der Heijden centraal. Dat doet hij ook. Oh, wat fijn. Ik ben gerustgesteld. Want anders? Congolo's. Dan Van der Heijden eruit. Ja, nee, Lomba. Maar Van der Heijden is dan niet echt een man die, weet je, met die snelheid, met die snelle buitenspelers van PSV. Ja, nou weet je wat ik bij Van der Heijden wel een beetje heb? Ik heb ook het idee dat het wel allemaal aan Van der Heijden ligt de laatste tijd. En natuurlijk kan die jongen het wel wat beter doen dan nu. En dat heeft nog niet waargemaakt wat ze van hem gehoopt hadden. Maar ik zag hem bijvoorbeeld bij NEC uit en dan was hij echt niet de slechtste. Maar dan lees je heel snel hartaanval als Van der Heijden de bal krijgt. En supporters die met het zweet in de handen zitten. Maar het is ook niet zo dat het allemaal aan de jongen ligt natuurlijk. Hij kan best wel opbouwen en dat doet hij zoals het... En er is een ander argument voor deze keuze. Congolo is gewoon een hele goede linksback. Dat vind ik zelf toch gehad. Als je toch moet kiezen, hè, als Botterien er niet is. Van Beek Botterien zou ik ook het meest ideale vinden. Ja. Want Botterien verdedigt dan puur en levert de bal snel in bij iemand die een paas kan geven. Maar als je nu moet kiezen, vind ik Congolo back. En hij is centraal achterin Van der Heijden, vind ik een goede keuze. Hey, maar we hebben het aan brief deze uitzending gehad over Kazim, hè, en de opstootjes en de onrust. Nou is bij Vilena ook niet helemaal rustig geweest dit seizoen. Hè. Is het dan logisch dat hij dan wel speelt in deze fase? Of kan je ook zeggen, ja, weet je, als je bij het een beetje met. Hij was de drijvende kracht bij NEC uit. Dat ging natuurlijk helemaal mis. Hè. Maar ja. Die heeft toch in de keer dat hij mocht spelen op de. Was het de beker tegen IJs toen hij ongelukkig begon? Of de competitie? Een van die twee. Ja. Maar verder heeft hij toch gewoon met zijn enorme drijf voldaan. Nee, maar we hebben het ook over incidenten en gedrag van spelers op trainingen. Ze zijn eigenlijk lovend over hem. Maar jij doet natuurlijk op die karatentrappen in het kruis van Nelom. Die feilloos zijn vastgelegd die was wel raak, door de VI-fotograaf. Ja, die was raak, ja.
En Van Bronckhorst zei erover, ik wil een partij op scherps van de snede. En dan mag je best een keer over het randje. Kijk, hij moet zich natuurlijk beheersen. Want in de competitie is het 6 wedstrijden schorsing. En is het gedaan met hem. Maar ik heb alle trainingen, openbare trainingen van Feyenoord gezien. Maar de power die hij op dit moment uitstraalt is bijna ongekend. Je ziet ook bij elke blok dat spelers nu hun been terugtrekken. Want ze weten, ja, het is een soort Edgar Davids geworden. Ja. Zij gaat er dwars doorheen. Dus mensen weten al, ja, als ik mijn been zet, dan wordt het moeilijk. Dus ik heb wel het idee dat hij nog een belangrijke rol kan spelen. En dan gaat hij naar Southampton, want dat heeft Ronald Koeman inmiddels ook al laten weten op de persconferenties. Hij blijft voorlopig in ieder geval nog bij Feyenoord. En we gaan het hebben over een andere man die bij SC Dordrecht misschien wel onverwacht furoren maakt. De spits, Rangelo Djanga, scoorde op heel veel plekken niet, maar bij Dordt inmiddels wel 9 doelpunten en is topscorer. Steenvoorde. Goed neergelegd. Djanga moet scoren en doet dat. 1-1. Schitterende aanval. Hier is de 0-5 vlak na rust. Djanga maakt zijn tweede. Arias met een mispeer. Djanga is vlijmscherp. Rangelo Djanga staat halverwege het seizoen al op 9 doelpunten. En dat terwijl hij dit seizoen maar 13 keer in de basis begon bij FC Dordrecht. Ook in de oefenwedstrijd tegen Nieuwehoorn scoort de spits al snel. Dat Djanga nu zoveel scoort is opvallend, want in zijn eerste 4 seizoenen als prof bij Willem II en Excelsior maakte hij in totaal slechts 8 doelpunten. En wat dat kan betekenen voor je carrière merkte de Rotterdammer 2 jaar geleden toen Excelsior zijn contract niet verlengde. Met die zomer dat ik naar een andere club wou, zeiden ze tegen mij van ja, je hebt niet genoeg gespeeld, je hebt geen ritme, je hebt niks laten zien. En ja, je hebt geen goals gemaakt, al dat soort dingen. En toen kwam een bod uit Cyprus en toen dacht ik van, weet je wat, ik wil niet zo lang wachten. Het lijkt me gewoon een mooi avontuur, lekker weer daar. Naar mijn biezen pakken en gaan. Dat bleek een slechte keuze, want na een jaar ging hij weer terug naar Nederland. Maar het enige team dat hem toen wilde hebben, was het werkloze team van de spelersvakbond VVCS. En toen was VVCS klaar en toen dacht ik van, ja, ik heb weer niks, hoe ga ik het nou doen? En toen via Jeff en Joost, gingen ze Bogus aanspreken, meneer Bogus. En zo is het balletje gaan rollen. Joost en Jeff zijn Josie Marlima en Jeffrey Fortes. En gelukkig luisterde de technisch manager van Dordt naar zijn spelers en gaf Djanga een 2-jarig contract. Hij doet het zo goed dat hij nu al uit 3 door ons geselecteerde doelpunten zijn mooiste goal kan kiezen. Oh, dit is tegen Sittard, hè? Uit. Het mooie steekballetje is van Chacon en daar is het wiepertje van Rangelo Djanga. Dat is aan de deugen hier, hè? ja, deze kan je, ja. De goal van Dordrecht, want die komt er, mag er ook zijn. Djanga, Roorda, Lumu, Djanga. Die gaat helemaal uit. Mooie actie, wel vet, hè? Aardige actie, de voorzet en Djanga. Het is raak. Welke is de mooiste? Ja. Dan kies ik voor 2. Tegen Helmond uit. Dat ik kaats en dan Geert doorgeef op Jeroen. Want de trainer haalt me erop dat ik altijd voor mijn man moet zijn. En dat we zeg maar moeten laten vallen en dan de derde man. En dat zie je dan mooi terug dat ik gelijk doorloop en dan de bal erin tik. Hoewel er dus nog genoeg te verbeteren valt aan zijn spel en hij nog meer moet scoren, staat Djanga weer op de kaart. En dat is een grote opluchting voor een voormalig talent dat de rand van het profbestaan zag. Dat had ik niet verwacht in de zomer, dat ik zo'n seizoen zou draaien. En zo zie je me hard werken loont, blijven investeren in jezelf. En nu denk ik dat ik nu wat interessanter ben dan voorheen. En Djanga zet een grote stap richting die overwinning, want hij scoort de 0-2. Met de voorzet en dan voor de voeten van de invaller, Djanga. Ten Wiele, die wijfelt. En daar is 1-0. Ja, doelpuntenmaker. Djanga, de 9e van het seizoen. Djanga was dat, die dus hopelijk vanavond weer voor Dordt scoort tegen FC Eindhoven. Ik wil het nog even over Sparta hebben, mannen. Want Sparta speelt vanavond niet, maar Mikkels als enige ploeg hebben ze zich dit seizoen, wel deze winterstop, wel versterkt nog. Ja, Klaassen. Ja. Van die is een IJslandse jongen van Ajax. Ik ken hem niet, maar
Ja, het is waar wel goed. Karlsson, ja. Dus het is misschien wel een goede Sparta stap. Sparta gaat maandag de race naar het kampioenschap weer inzetten. Of inzetten, gaan ze vervolgen. Met, ja, met een goede voorbereiding ook, hè? Goede winterstop gehad. Nee, maar daar is gewoon iets, ja, dat hebben we al zo vaak gezegd. Daar is met Westhoff aan het roeren, Verbeek er een beetje tussenin. En Pastoor als technische grote man heel veel moois gaande. Het enige wat ik me wel eens afvraag is van, nu gaat het sportief goed, hè? Maar laat je als organisatie alsjeblieft niet in slaap sussen door sportief succes. Zorg ervoor dat je structureel niet meer uitgeeft omdat er binnenkomt. Maar de collega's Vijg en Van Lossen van de week bij Manfred Laros geweest. En die hebben daar een goed gevoel aan overgehouden. Dus ook daar zijn ze slagen aan het maken. Zijn bezuinigen aan het bezuinigen in de operatie. Kunnen, als het mis zou gaan financieel, nog een aantal preferente aandelen uitgeven. Waardoor ze geld binnenhalen. Maar uiteindelijk zal het sportieve succes wel gepaard moeten gaan met ook een organisatie waarin gewoon structureel geld binnenkomt en er niet meer uitgaat dan er binnenkomt. Wat nu nog wel vaak gebeurt. Dat is nu nog het geval, ja. Maar ook daar is Laros bezig met zijn bestuur en zijn mensen. Ja, maar als ze promoveren, Mikkels, dan is de begroting gewoon 9 miljoen bij Sparta. En dan zijn ze weer voorbij Excelsior en dan kan er weer van alles, toch? Ja. En ze hebben natuurlijk heel veel grote talenten in de jeugd. Als je bij de Nederlandse elftal kijkt, zitten er nog steeds wel spelers van Sparta. Maar ja, wat kan je die bieden als je nummer 10 van de Jupiler League bent? En nu gaan ze meedoen. Alleen het is wel zo, na de winterstop zijn zij dus wel de ploeg waarop gejaagd gaat worden. Dat is een heel ander uitgangspunt dan voor de winterstop. Maar met Pastoor, die ik eigenlijk alleen maar zinnige dingen hoor zeggen, denk ik dat... Dat is echt wel een goede kans. Gaan ze die race volhouden? Gaan ze kampioen worden? Ja, dat kunnen overstoppen. Die gaan gewoon kampioen worden. Oké. Okay. Ja, dat denk ik echt. Ja, ik hoor dan in mijn oor wat Ruud van Os zit beneden. De regie toen zegt gelijk 1 april Sparta NAC, dat is de wedstrijd. Hè? Dat is de verjaardag van Sparta en dan die wedstrijd. Ja, maar Sparta gaat er wel komen dit seizoen. We hebben het ook al zo vaak gezegd, als het nu niet gebeurt. Maar het is nu al gewoon stabieler. Het is nu stabieler dan het de afgelopen jaren was. Als ze nu achterkomen, raakt de ploeg niet in paniek. Kunnen ze toch ombuigen. Als ze niet goed spelen, winnen ze toch. Dat is de verdienste van Pastoor en zijn team. Ja, en dan hebben ze ook nog eens een keer de belangrijkste man behouden. Dus dat is ook prettig voor haar. Ja, heel belangrijk. Goed, ze spelen maandag weer, hebben geen dubbel programma. Dat is op zich ook wel lekker natuurlijk, om op die manier te beginnen. Eén ding wil ik nog even met jullie doornemen. Waren jullie ook zo verrast dat Onno Jacobs weer terugkeerde in het voetbal? Nou niet, want het stond bij ons in de krant. Dus we wisten het vrij snel, maar ik had hem niet zo snel aan Twente gelinkt. Nee, als maar... nieuwe directeur daar, hè, omdat de financieel directeur Gerard van der Belde ook enigszins overspannen is van alle financiële stress daar. Zouden ze nou bij hem aankloppen om Tapia te halen? En zegt hij dan, als Feyenoord 2 miljoen biedt, ga maar weer weg? Gaat het nog gebeuren? Deze winterstop, denk ik. Nou ja, als er een speler weg zou gaan, is er gezegd. Maar ik kan me ook voorstellen dat jongens als Toornstra en zo misschien toch wel een beetje om zich heen kijken om eens misschien verhuurd te worden. Of kijk, als je helemaal niet meer bij de selectie zit, en dat blijkt straks als je zondag op de tribune zit, moet je dan nog een half jaar blijven zitten in hoop dat je een keer aan bod komt, of ga je dan om je heen kijken? En hoeveel zou die dan vragen natuurlijk, hè, voor Tapia? Dat is wel de vraag, als oude club. Twente toch wel een miljoentje of 3,5 wil hebben. Ja, maar het is best moeilijk onderhandelen namens Twente. Je hebt het geld nodig en je wil hem niet voor te weinig kwijt. Dat is een moeilijke uitgangspositie in onderhandeling. Maar ook sowieso is het een hele moeilijke positie waar hij instapt natuurlijk. Want hij moet binnen een half jaar een begroting maken, iets op orde krijgen, meewerken aan een onderzoek. En eigenlijk ook gaan werken met een Jupiler League begroting. Hij moet vooral duidelijk maken volgens mij dat het sportieve niet meer zo belangrijk is nu. Maar dat die club behouden moet blijven. Dat de licentie niet in de problemen. Ja, de Kuip een aantal jaren geleden. Ja, lijkt er echt op. Die situatie kent hij. Daar heeft hij ook zelf al een rol in gespeeld. Maar ook weer een rol in het oplossen. Dus we gaan even voetbal verslaan van het weekend, jongens. Ik zeggen, we hebben weinig over voetbal gepraat vandaag. Dat is jammer. Maar dan kan je zondag lekker de hele dag doen. En zondag kan je napraten. Hè? Want dan zit je in de Kuip met Erik Gudde. Ja, nou ja, tussen 1 en 6 maken we radio. Hartstikke leuk. En dan FC Raymond live daarna vanuit de Kuip ook nog eens een keer met Erik Gudde. Mooie middag. En Joop van Dalen, mooie middag. Lekker voetbal kijken. Dit weekend ook nog Excelsior uit tegen de Graafschap. Belangrijke wedstrijd. Ik heb net sms gekregen van Bruins, nog geen kind. Dus, maar beter was geweest wel een kind. Want morgen gaat het zeker kunnen spelen. Nog geen kind. Mevrouw Bruins moet door. Nog twee uur doorpersen, jongens. Beetje door. Dank Mikkels. Dank dat je hier was na deze dag. Ja, en hou vol. Jan-Dirk, jou zie ik ook volgende week weer. U ook weer graag. En komende zondag dus in FC Raymond live vanuit de Kuip. Graag tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwen Services, 4Seas Shipping and Forwarding, Yordex Shipping and Forwarding en Brasserie de Rotterdammer.